bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een unboxing. Ik heb weer een heleboel pakketjes ontvangen, want ik heb alweer eventjes geen video's gemaakt. Echt een week of anderhalve week of zo. Dus de pakketjes hebben zich weer opgestapeld hier in mijn huis. En ik dacht, het is weer gewoon tijd voor een unboxing. Ik maak echt veel unboxing video's de afgelopen tijd. Maar dat is 1, omdat ik weet dat jullie dit soort video's leuk vinden. En 2, omdat ik dus heel de tijd een langere tijd eventjes geen video's maak. Waardoor ik dus dit allemaal zo verzamel. En ik dacht, ja, in plaats saai in mijn uppie gaan unboxen, ga ik het doen samen met jullie. Alles wat ik vandaag laat zien is of PR, wat ik gewoon gratis heb ontvangen. Of iets wat ik zelf gewoon heb besteld. Dat kan ook. Het is gewoon een beetje een mengelmoes van alles. En ik ben super benieuwd, want in sommige pakketten weet ik zoals altijd weer niet wat erin zit. Dus dat maakt me altijd extra enthousiast. En ja, dat is gewoon wat we vandaag gaan doen. Als je vaker van dit soort video's wilt zien, let me know. Maar laat me ook weten als je er even genoeg van hebt. Want dat zou ik ook begrijpen. En dan maak ik ze ook eventjes niet meer. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Lekker unboxen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga even de eerste 3 pakketten erbij halen. Want dit zijn 3 pakketten van Y-Foods. En eentje valt nou op de grond. Ik hoef jullie niet meer te vertellen, mijn fave shakes zijn van Y-Food. En ik heb weer 3 grote pakketten ontvangen. Oh my gosh, ik ga een beetje naar achteren zitten hiervoor. En we gaan het ervoor openmaken. Ik begin met de grootste, met de zwaarste box. Dat is deze. Ik heb ook mijn gereedschap erbij. En we gaan het gewoon even openmaken. Dit zijn sowieso gewoon shakes. En mijn shakes zijn ook al bijna op. Dus ik ben heel blij met weer nieuwe shakes. Hier is mijn fave smaak Classic Choco. Een andere fave smaak Crazy Coconut. En nog eentje, maar dit zijn volgens mij geen shakes. Oh, dit zijn de bars, die chocolade bars. Even openen, even zien of dat wel echt zo is. Kijk, dit zijn de bars. Yay! En dan zal ik ook gelijk de andere openen. Wow, deze is ook echt super zwaar. Waar is mijn mes heen? Ik ben mijn mes nu al kwijt. Na 1 box ben ik hem al kwijt. Deze open te maken. Ik denk ook weer gewoon shakes. Ze hebben me wel echt veel gestuurd. Like, what the F? Ja, weer 2 smaken shakes. Oh, jongens, jullie hebben echt geen idee hoe zwaar dit is. 2 andere smaken. Oh nee, weer Classic Choco, mijn fave. En White Choco, dat is ook mijn fave. Ik hou van chocola, zoals je kunt zien. En dan last but not least ook deze grote box van hun. Hoe maak je die open? Oh, dit is iets nieuws voor mij. Oh wacht, ik ben hem echt helemaal verkeerd aan het openen. Maar whatever. Dit is iets van hun wat ik nog nooit heb gehad. Ook een shake beker. En dit zijn poeders. Dus hier ben ik ook blij mee. Ook in heel veel verschillende smaakjes. Zoals je kunt zien. En je moet die denk ik gewoon mixen met water of zo. Ja, met 300 ml water. Dus vandaar ook deze shake. En dan heb je gewoon een goede gebalanceerde maaltijd. Deze heb ik nog nooit ontvangen van hun. Dus hier ben ik ook echt heel benieuwd naar. Ik ben benieuwd of ze echt lekkerder gaan zijn dan de shakes. Dus super bedankt hiervoor, Y-Food. Maar of course, mijn fave zijn de chocolade shakes. Dit is dan hoe het eruit ziet. Zo'n flesje. Voor de mensen die niet weten wat dit is. Dit is een maaltijdshake. Het bevat 500 calorieën. Het heeft 26 vitamine en mineralen, heel veel proteïne, lactose, gluten en suikervrij. Dus dat is top. En deze drink ik voornamelijk als lunch, als ik haast heb of gewoon snel even iets wil drinken. En het vult je echt voor 4 tot 6 uur. Dus dat merkte ik echt op. Ik zit echt de hele middag vol als ik deze rond 12, 1 uur drink. Er zijn ook een aantal mensen die zeggen van ja, maar zo'n shake, normaal eten is gewoon beter. Ik zeg nou ook niet dat je helemaal moet stoppen met normaal eten. Dit is gewoon een handig alternatief. Bijvoorbeeld heb je haast. Het is beter dan helemaal niks eten. Dus heb je bijvoorbeeld haast waardoor je normaal niks zou eten of niet genoeg, dan heb je zo'n snelle shake. Ben je onderweg? Kun je niet normaal eten? Heb je zo'n shake? Ben je op dieet en heb je iets van ik wil gewoon iets makkelijks en snel? Daarvoor is hij ook geschikt. Bijvoorbeeld ben je iemand als mij en je kunt niet ontbijten. Ik krijg geen brood door mijn strot. Ik krijg niks door mijn strot in de ochtend, maar af en toe moet ik in de ochtend weg en dan moet ik wel de energie hebben en dan is zo'n shake ook ideaal. Want deze drink ik wel en gewoon normaal eten krijg ik in de ochtend echt niet op. Dus dit is gewoon een hele handige shake voor op dat soort momenten. Of als je gewoon geen zin hebt om te koken, kan ook. Dan is dit gewoon handig. Dus ja, I love it. Ik ben hier heel blij mee. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is hier in beeld en staat beneden in de beschrijving samen met een linkje. Als je hem wil bestellen. En dan heb je een beetje korting. Dus ze hebben echt super veel smaken. Super veel producten. I love it. En ik raad het echt aan, jongens. Je zit bomvol. Ik ga ook gewoon nou gelijk drinken. Het is nou, hoe laat is het nou? Het is 9:30 in de ochtend. En ik heb nog niks op. En ik heb niet echt honger. Dus ik ga gewoon deze even drinken. En dan heb ik toch mijn vitamines en mineralen binnen. Oh, en trouwens, het is super lekker. I love it. Oké, next up nog een PR pakketje van Huda Beauty. Oh my god. Dit heb ik dus gewoon ontvangen in PR. En ik heb hier haar nieuwe oogschaduwpalet.
de Huda Beauty Empowered Eyeshadow Palette. En ik heb hier van Wishful ook wat eyepads, eye contour pads. Die zijn ook van deze collectie. Jongens, dit paletje, ik heb het gezien online. Het zag er zo mooi uit. Oh my gosh, laat hem openmaken. Als je hier een video over wilt zien, let me know. Als je vandaag überhaupt iets ziet waarvan je denkt, hé, dat wil ik graag zien, let me know beneden in de reacties. Oeh, dit is dan hoe die eruit ziet. Hele mooie verpakking met haar ogen zo erop. En dit is dan de inhoud. Is dit niet te mooi? Oh my gosh, dit zijn echt mijn kleuren. Dit zijn echt kleuren die ik zou gebruiken op een day-to-day basis. En vooral deze kleur hier is apart. Dit zijn ook twee cream kleuren. I love it. Het is zo mooi. Jongens, als je hier een hele video over wilt zien, let me know. En anders ja, ga ik er gewoon een look mee maken op Instagram of zo. Echt super blij hiermee. Next up, een pakketje van budgetstoffen. En dit heb ik gewoon besteld. Oh, zo cute. Ze hebben erop gezet. Maak er wat moois van. Budgetstoffen.nl is gewoon letterlijk waar je dus budgetstoffen kunt bestellen. En die gebruik ik altijd voor mijn achtergrond. In mijn video's zie je dat ik heel tijd een andere kleur achtergrond heb. En dat zijn dus dit soort doeken. En ik heb hier twee kleurtjes besteld. Ik heb deze paillettenstof besteld. Mooi blauw. En deze beetje paarsachtige kleur. Zie je dit? Een beetje een aparte kleur. I love it. Dus ik heb hier twee nieuwe kleurachtergronden die ik ga gebruiken in mijn video's. Next up een PR pakketje van Krijtveld. Benieuwd wat hierin zit, want ik heb geen idee. Oeh, het zit weer bommetje vol met allemaal producten. Kijk even dit. Ik ga ze even ervoor allemaal uithalen. We hebben Bio Sticks en Bio Pads. Jullie weten, ik ben de afgelopen tijd op de biologische tour. Dus hier ben ik blij mee. Maar is het echt bio? Het is wel gewoon 100% bio. Oh, hier ben ik echt blij mee. Jongens, gebruik biologisch. Overal zit gif in. In ons eten, skincare, producten, haarproducten, lichaamscremes, de lucht. Overal zit gif. Dus echt, doe je lichaam een lol en gebruik zoveel bio als kan. Dus ik vind het heel leuk dat Krijtveld uitkomt met bioproducten. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik heb hier ondergoed, een hipster ondergoed. Ik heb tandenborstel. Is dit ook bio? Nee, dit is niet bio, maar de verpakking is wel helemaal gerecycled, dus dat is ook toppie. Ik heb van Krijtveld een shampoo en een conditioner voor de haren. Ik heb een hand- en nagelcreme. Oeh, pepernoten. Ik ga stuk. Begint al, jongens. Zijn we al zover? Nog meer voeding. Kokosrasp voor in je vla of waar je het ook in wilt doen. Krijtveld lip balm. En last but not least, shower gel. Nou, hier ben ik allemaal echt heel blij mee. Super bedankt, Krijtveld. Vooral met deze bio-producten. En ik moest ook een nieuwe tandenborstel hebben. Dus deze ga ik gelijk eruit halen. Deze ga ik zeker gebruiken. Die gaat gelijk in de badkamer. Next up, een pakket van Happy Life PR. Happy Life PR is een PR-bureau die me altijd Essence en Catrice stuurt. En ik gok dat hier weer Catrice in zit. Want de afgelopen tijd ontvang ik niet heel veel meer van Essence, maar wel heel veel van Catrice. Oké. Kijk, dit ben ik. Ik ga stuk. Ze hebben mijn foto gepakt. Wat leuk gedaan. En een aantal producten van Catrice dus hierin. Ik heb wimpertjes. Heel leuk. Oh my gosh. Het zit echt bomvol met allemaal lipsticks. Kijk even dit. Allemaal lipsticks. Ik heb ook een oogschaduw primer. Altijd fijn voor de oogschaduw. En een aantal nagellakken die ik niet gebruik, want ik heb acrylnagels. Oh, en ook wat losse oogschaduwen. Die zitten ook hierin. En dit zijn dan de nagellakken. Wel hele mooie kleuren. Echt super leuk. Echt blij hiermee. En over nagels gesproken. Wat vinden jullie van mijn nagels? Ze zijn helemaal zo glitterig. Kijk, zie je dit? Ik vond het wel iets leuks hebben, iets unieks. I love it. Oké, dat was het dan voor Catrice. Next up. Wat is dit? Van de Hut Groep? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat hierin zit. Dus ik ben benieuwd. Ik weet ook niet of het iets is wat ik heb besteld of dat ik gewoon heb ontvangen. I don't know. Oh, dit is iets wat ik heb besteld. Dit is volgens mij de adventkalender van Bobbi Brown. Ja, jongens, kijk. De 12 days adventkalender van Bobbi Brown heeft me echt een vermogen gekost voor slechts 12 dagen. Maar oké, whatever. En deze ga ik unboxen in een kalender. Wel een hele mooie verpakking. Heel chic. Wat ik ook wel verwacht voor like 100 euro of hoeveel ik ook hiervoor heb betaald. Dus hier ben ik blij mee. Dan heb ik hier nog een klein pakketje. Ik weet niet wat dit is. Dus ik ga gewoon openen. Oh, dit is gewoon... Dit, ja, dit had niet eens per se in de video gehoeven. Maar ik heb bij bol.com deze kabel besteld. Heel random, maar oké.
Dan hier nog een groot pakket. En ik zie hier ook weer opstaan de Hut Group. Dus ik denk dat ik weet wat het is. Want ik heb nog een adventkalender besteld. Van Look Fantastic. Dus ik denk dat dat gewoon dit is. Die heeft er wel echt heel lang over gedaan voordat hij aankwam. Ja, het is de adventkalender van Look Fantastic, jongens. Hij is echt super groot en super zwaar. Oh my gosh, ik vind het er wel heel mooi uitzien. Weer zo'n strikje lijkt op die andere. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal in zit. En dat ga ik ook unboxen in een video, dus stay tuned. En ik heb er ook een boekje bij gekregen. Ik weet niet wat dan allemaal hierin staat. Misschien iets over alle producten. Ja, allemaal informatie over alle producten die hierin zitten. En dat wil ik niet zien, want ik wil het echt als een verrassing houden. Dus dit vind ik heel leuk. En ook heel fijn dat we er echt zo'n goed, kwalitatief goed boekje erbij krijgen. Dat is wel echt een leuke extra. Dus abonneer vooral op mijn kanaal als je deze video niet wilt missen. Dan hier een heel klein pakketje. Ik weet niet wat hierin zit. Ik ben benieuwd. Oh, dit is ook iets wat ik heb besteld. Ook bij bol.com. Weer echt bol.com. Wat rijk van mij. En dat zijn van dit soort lichtjes. En die wil ik gaan ophangen in mijn slaapkamer. Want dat vind ik wel leuk als sfeer lichtjes of zo. Want altijd wanneer ik ga Netflixen in de avonden is het gewoon zo saai, zo donker. En er is niks. Er is geen kaarsje. Er is geen sfeerlicht. Er is helemaal niks. Dus ik dacht, ik bestel deze lichtjes. Ze waren slechts 8 euro of zo. Ik zal een linkje zetten beneden in de beschrijving. En ik ben benieuwd of ze echt cute gaan staan. I love it. Nou mensen, ik heb ze opgehangen hier. Kijk hoe cute. Echt super cute. Ook gewoon genoeg licht. Niet te veel, niet te weinig. Het is niet echt het beste gedaan. Ik had wel iets beter kunnen doen. Maar ik ben nou echt moe, want het is echt laat. Dus ik heb het gewoon heel snel gedaan. Maar ik vind het wel echt heel erg cute. I love it. Echt een goede aankoop. Dan heb ik hier nog een heel groot pakket. Ik heb geen idee van wie. Dus ook echt geen idee wat hierin zit. Oh, nog een adventkalender. Ik heb het al gezien. Maar deze heb ik niet besteld. Maar deze heb ik gewoon ontvangen in PR. Van de Body Shop. Ze hadden me al gemaild dat ik hem zou ontvangen. Oh, afgelopen jaar was de Body Shop adventkalender een van de beste kalenders van allemaal. Dus ik ben benieuwd. Oeh, wat een schattige verpakking. Oh, wacht. Ik moet hem zo vasthouden. Kijk hoe leuk. Ook weer super zwaar. Want je weet, het is allemaal skincare vooral. Dus super zwaar. Maar I love it. Deze gaat ook worden unboxed in een video. Jullie weten, ik unbox weer superveel adventkalenders dit jaar. Er staan er ook al een heleboel online al op mijn kanaal. En als er nog kalenders zijn die jij graag wilt zien, let me know. Want dan ga ik ze ook unboxen. Dus Bobbi Brown komt eraan. Look Fantastic komt eraan. Body Shop komt eraan. En dat is het voor nu eigenlijk. Ik heb nog niet, ik heb niet meer adventkalenders besteld voor alsnog. Misschien dat ik er nog een aantal ontvang in PR. Maar nogmaals, als je nog een kalender wilt zien, let me know. Dus ja, hier ben ik ook heel blij mee. Nou mensen, dit was het dan. Ik ga nog even mijn shake verder drinken, want hij is leeg. Vergeet deze shake dus niet. Kortingscode staat beneden in de beschrijving. Ik ben weer heel blij met al deze producten. Ik kan niet wachten om een heleboel in video's te gaan gebruiken, et cetera. Ik vind het altijd super leuk om te doen. En vooral naar de kalenders ben ik echt heel benieuwd. Nou, zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video en het leuk vonden. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. En ik vond het weer heel leuk om deze video te maken, of course. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!